Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag gaan we laten zien hoe het slijm eruit zag. Maar weet je niet wat we bedoelen, moet je even de vorige video bekijken. Maar heel die vrouw ruikt naar shampoo. Oh, kijk. Oh, het is onzichtig geworden. Het ziet er anders uit als gisteren. Ja, ik moet ook gaan eten. Annie. Jawel. Zullen we dat aanraken? Ja. Heb je nu echt ons slijm gemaakt? Zo'n blokje. Ja. Wat gaan we er nu mee doen? Weggooien. Dikke kom. Ik ga wassen. Het is een beetje gelukt. Oké, nu lijkt het niet meer zo goed. Maar jawel. Ik weet niet. Jawel, kijk, het is echt een blopje. Ja. Oké, het is uitgewassen. Ik kijk hoe schoon de pommak nu is. Maar we gaan nu eten. Hallo allemaal, het is al middag en ik heb net gegeten en later ook. Ik heb kip nuggets gegeten, zie je die foto. Voor het ontbijt had ik geen foto. Momenteel zijn we in onze kamer hierbij. We hebben van alles gedaan in de namiddag, zoals bingo. En we hebben een fles wijn gewonnen, of ja, een fles kava. Hier een foto. En we hebben ook pingpong gedaan en ik was derde. Superleuk. En straks gaan we naar de bingoavond, want er is nog een bingoavond. Er was een bingo namiddag en vanavond gaan we naar een bingoavond. En blijkbaar is er ook een Kahoot, dus super, super leuk. En dan zal ik jullie wel meenemen. En ik ga me nu klaarmaken en dan gaan we zelfs avond eten. Outfit check. Oké, dit is mijn prachtige outfit. Lekker simpel. En hier is bij. Dit is mijn prachtige outfit. Oh my god. Geweldig. Dag 4 in Spanje. En wow, ik lijk zo bruin op camera. Nee, ik lijk echt heel bruin. Oké, maar er is gepoet. En ik ga even de rolletje, of ja, de gordijnen open doen. Want, ja, daar heb ik zin in. En dan ga ik jullie het balkon laten zien. Ik doe het open. Want zo ziet het er overdag uit. Heel zonnig. Het is vandaag ook mega, mega warm. Hier palmboompjes, terrasjes, heel veel kamers. Daar is de zee en het zwembad. Ja, zo ziet het buiten eruit. En dit is onze mooie gepoetste kamer. Echt heel leuk. En dan doe ik het weer even terug dicht. Als ik het dicht krijg en een ramp, dat ding dicht doen. En hier hebben we chips. En kijk hè. We hebben hier dus onze minibar. En we hadden eerst 2 flessen water. Dus zo ziet hij eruit. En dan eerst dus 2 flessen water. En nu hebben we er eens 4. Hier zijn allemaal water. We hebben nog water. Ik ga die ook even in de frigo zetten. Want we willen koud water. Dus ja, ik kijk hoeveel flessen water we hebben. Echt niet oké. Echt veel te veel. Oeps. Wat doet je? Dat ging niet zo goed. En hier zijn alle flessen water op de grond. Ik weet niet wat ik heb gedaan. Ik wilde die flessen water erin zetten. En die viel er rond uit. Kijk, nu gaat hij er weer uit van. Ah nee, kijk hoe scheef die fles staat. Mag ik even een andere fles gewoon inzetten? Ja. Dat zal ik niet doen. Oké, deze blijft wel beter staan. Kijk, ik ben steeds niet veranderd. Het is gewoon gaan zo blijk op bed. Oké, prachtig. Dit is mijn outfit. Heel simpel. Maar ik ga straks wel nog een trui aan doen, want anders heb ik het straks veel te kou. En kijk die bikini lijn. Hij is echt heel vuil. Maar dus, dit is mijn outfit. En we gaan zelfs Aziatisch eten. Ik wilde zeggen thuis, maar Aziatisch. En dan neem ik jullie lekker weer mee. Kinderen zijn terug.
We hebben gelopen voor ons leven. De Duitsers zijn terug. Omdat we Duitse kinderen tegenkwamen. Dus we zijn de lift ingerend. Maar die mensen zijn niet op de hoogte van wat er gisteren gebeurd is, hè? Oh. Dus we werden gisteren achtervolgd door 3 Duitse kinderen. En die waren echt heel irritant. Omdat die bleven tegen ons praten, die bleven ons achtervolgen. Echt, ik weet niet wat die bezig waren. Maar we zijn ze weer tegengekomen en ze zagen ons. En toen zijn ze gaan lopen. Heel grappig. Echt raar. En ja, wij zitten zo wel te wijzen. Die gaan zo lopen, want die wilden zo gaan zitten bij hetzelfde, op hetzelfde terras als ons. En toen zijn die gaan lopen omdat die ons zagen. Dus ja. Kijk, de zon begint onder te gaan. Dus ik kan jullie de zonsondergang laten zien. Supermooi. We gaan nu terug naar beneden. En ik neem jullie mee, zodat we kunnen zien of we Duitse kinderen zijn of niet. Soms is het gewoon al lastig. Ja, en trouwens, ik heb een andere outfit aan dan de zak. Ik niet. Ja, ben je niet, ik wel. Oké, dit is ons uitzicht. Ondertussen wachten we op het lift. Maar kijk, dit uitzicht. Zo leuk. Oké, we gaan in de lift. Kom maar aan. Oké, dit is ons outfit. Met de lift niet dicht. We gaan nu naar onder en we gaan kijken of die Duitse kinderen er zijn. Die zijn dan sowieso, die zijn gewoon weggelopen omdat wij hen zagen. Ja, die zijn gewoon bang voor ons. Ja. Oké, we zijn onder. We gaan nu kijken. Oké, we zijn onder bij de receptie. Oké, daar waren die. We zijn er niet meer, ze zijn weg. Nathan is net op. We zijn gewoon weg. Goedemorgen allemaal, we zijn vandaag dag 6 en we gaan zo ontbijten. En het is super super mooi weer, als jullie dat kunnen zien. Ja, nee, momenteel niet. Ik zal het zelfs beter laten zien. En dit is mijn outfit voor vandaag. Gewoon dit rokje met deze crop top en daaronder heb ik mijn bikini aan. Een heel leuk rokje. En kijk, de zon schijnt. Zo leuk. Ik hou ervan, als de zon schijnt. Dus dit is mijn outfit. En... ik heb best wel veel honger, maar we gaan ook zo ontbijten, dus ja, top. Goedemorgen allemaal, het is hier vandaag dag 7 en onze laatste dag hier in Spanje. Gisteren hebben we niet meer zo heel veel gedaan, maar ik zal wel foto's in beeld zetten van wat we gedaan hebben, want dat heb ik allemaal niet gefilmd. Maar straks gaan we bedanken en we gaan winnen. Dit keer gaan we echt winnen. Mm-hmm. En we gaan nu ontbijten. We zijn bij de receptie. We gaan nu naar de activiteiten kijken. Hier is B. En hopelijk zijn er leuke activiteiten. Anders is het niet zo leuk. Maar we zijn er. Kijk, hè. Deze activiteiten. Oké, 10:30. Ja, dat gaan we niet doen. Maar die hebben we de vorige ook niet gedaan. Nee, is maar goed. Wat is dit? Wat is dit? Niks interessants. Nee. Hier, boogschieten. Ah, hier petang om 10:30. Nee, dit gaan we niet doen. Of wil je dat doen? Nee. Boogschieten. Nee. Dan zijn we toch nog niet klaar met petang. Ah, pingpong. Misschien. Bingo? Ja, bingo. Je hebt 2 keer petang? Nee. Nee, dat is te veel. En dit is nog dit allemaal. En dit is voor kleine kindjes. Ja, dat was het. Het is alweer avond en ik heb opnieuw omgekleed. Vandaag hebben we gepetankt en weer verloren, net zoals gisteren. Echt heel sad. Ja, we hebben zelfs slechter gedaan als gisteren. En we hebben ook bingo gespeeld en we moesten nog maar 1 nummer voor de fles champagne. Maar die hebben we niet gewonnen. Heel sad. Echt sad. Ja, super sad. We gaan zelfs weer avond eten. Maar eigenlijk heb ik nog helemaal geen honger.
En we hebben weer die drie Duitse kindjes. We zijn weer die drie Duitse kindjes tegengekomen bij de bingo. En toen zagen die ons weer. En zijn hier weggegaan. Altijd. Wanneer die ons zien, gaan die weg. Dus ja. Aan de ene kant wel goed. Aan de andere kant is ook weer zo. Ja. Raar of zo. Ik weet niet. Maar. Dit is mijn outfit voor vanavond. En dan moeten we straks onze koffer gaan inpakken. Maar ik ga mijn koffer nooit dicht krijgen. Ik heb zo'n gevoel dat hij niet meer dicht gaat gaan. Het zit echt overvol. Volgens mij heb ik nog een uitzicht niet gefilmd. Maar dan ga ik die nu aan je laten zien. En dan is dit uitzicht. Kijk, het is niet een prachtig uitzicht. Maar gewoon omdat er heel veel zand is en zo. En dat is ook niet heel mooi. Maar ik vind het toch wel heel leuk. En dat daar ook allemaal. Ja, er zijn wel zo mooie dingen. Maar ook zo minder mooie dingen. Dus dit is dit uitzicht. En ja, ik vind die wel leuk. Maar je ziet zo heel veel strand. Of ja, strand. En ook zijn er gewoon resten van vulkanen volgens mij, als ik het goed zeg. En dat vind ik zo wel jammer. En kijk, hier hebben we nog een uitzichtje. Maar die heb ik al eens aan jullie laten zien. En dat is dit uitzicht. En hier is een Tui-bus waar wij morgen mee naar huis gaan. Via naar het vliegveld. Dan ga ik nu in de lift naar de bar. En ik hoop dat jullie mij goed horen. Want ik heb een mondmasker op. Dus vandaar dat je me misschien niet goed hoort. Dit is trouwens mijn outfit. Maar nu heb ik al aan jullie laten zien. Hallo allemaal, we zijn vandaag de laatste dag, of ja, gisteren was het de laatste dag, vandaag gaan we terug naar huis. Het is vandaag dag 8, ik heb net helemaal een koffer al gemaakt en het is echt zo normaal 8:30 ochtends of zo, ik weet niet. Dus ik ben echt nog moe. Maar we gaan zo ontbijten. En dan gaan we nog even chillen, want onze bus is pas om 2 uur. En dus het is nu 8:30 of zo, weet ik veel hoe laat het is. Ik zou het niet weten. Maar dus mijn koffer is gemaakt, dus kijk. Ik heb het ook al dik gedaan, maar het is echt mega dik. En ik heb het gevoel dat hij nu letterlijk dikker is dan dat hij hier aankomt, terwijl er niks nieuws in zit. Het is ja echt raar. En dit is mijn outfit. Ja, lekker simpel. En ik ben blij dat de zon hier niet schijnt, anders zou ik het echt veel te warm hebben. Maar ja, we gaan de zon eten.